Het dak is open. Het voelt wat frisjes aan hier in het stadion. De lente nog niet begonnen. Maar bij een overwinning kan de zon voor een van beide teams hier wel degelijk door gaan breken. Het zijn dezelfde 11 namen als in de Gelderse derby tegen NEC. Die met 1-4 maar liefst werd gewonnen. Witek, de man met 9 gele kaarten. De nummer 2 van de ranglijst in de Eredivisie als linksback. Sanko dus weer in de spits. En Meulensteen niet centraal achterin. Maar als een veredeld controleur op het middenveld. Hij was goed tegen Go Ahead Eagles. Stijn van Gassel, de aanvoerder, meldt zich bij scheidsrechter Sander van der Eijk. De VAR vandaag, dat is Jesse Roosendaal. Van Gassel. De basis zelf natuurlijk, de nummer 1. Verder geen echte grote verrassingen. Wel een flinke tegenvaller voor Dijkhuizen. Want Azarkan is maar weer eens geblesseerd geraakt. Die kwakkelt toch wel wat in 2023. Nu is het Zenlies. En dat betekent dat Noah Naujoks vanaf de rechterkant voorin gaat beginnen. Lamproe in de spits. Geen Agrafiotis. Geen Garshoes. De echte spitsen zitten op de bank. Trius start vanaf links. Meulensteen. Sanko, geen buitenspel voor Manhoef, maar de bal van de spits is net iets te hard. Dus kan Manhoef er niet bij. Lamproe afgetroefd door Meulensteen. Aardig balletje, ook van Ginkel. Even uit balans gebracht. Geen overtreding, maar Vitesse heeft de bal weer snel te pakken. Manhoef. Veilig voor Excelsior bij Stijn van Gassel. Bero. Kozłowski voor de goal, maar daar komt de bal niet. Een hoekschop komt er wel voor Vitesse. Solo. Van Gassel moet dan wel. Witek nog. Manhoef. Is de bal dan toch te lang kwijt? Nou, jongens. Zagre. Trius. Gaat Arkes opzoeken. Voorzet is niet slecht. En Lamproe kan daar niet aankomen door het toedoen van Isiman. Daar was Excelsior voor het eerst echt dreigend richting de goal van Scherpen. Witek. Manhoef. Koopmijn is niet helemaal lekker uitverdedigd. Het drukkende schot van Manhoef komt bij Bero terecht. Marcus van Ginkel terugleggen en schieten. Manhoef raakt die bal verkeerd. Wie kan het wel goed? Bero. Dat is in ieder geval tussen de palen. Want in het eerste kwart van deze wedstrijd zijn de kansen nog gemakkelijk bij te houden zonder een telraam. Sanko. Vlag blijft naar beneden. Iedereen vraagt zich af hoe dat kan. Ja, dan gaat hij nu alsnog omhoog. Maar dat betekent als Excelsior defensie natuurlijk niet dat je niks hoeft te doen aan de situatie. En dan leek het hier toch wel aardig op dat er niks werd gedaan. Daardoor kon hij schieten. Ja, dat handje in de lucht van Jacobi. Vervolgens zit er wat lucht tussen hem en de spits. De ingooi krijgt Horemans niet. Een vrije trap krijgt hij wel tegen.
dat duel met Kozłowski. Die zijn voeten voorsteekt. En in de ogen van Van der Eyck is dit dan strafbaar. Aan de reactie van de coach van Excelsior is te zien wat hij ervan vindt. En daardoor Witek achter de bal. Kozłowski kan uit gaan halen. Kozłowski! Die bal wordt nog getoucheerd door waarschijnlijk Van Gassel. Heeft de tijd om na te denken. En om goed uit te halen, dat doet hij ook. Biro. Lamproe. Verliest het kopduel van Flamingo. Biro. De corner niet meer te voorkomen door Arthur Zagre. De tweede al voor Vitesse in deze tweede helft. Man hoeft nu vanaf links, Kozłowski vanaf rechts. En hier in balbezit. Geven tot Manhoef. Bijna door de benen bij Van Gassel. Net op tijd het poortje gesloten. Dat is dan al meteen een serieuze poging. Aan het begin van die tweede helft. Miljan Manhoef. Witek. De kopbal die er niet in gaat. Wel in gaat. Ja. Nee. Niet erin gaat. Het is niet te geloven. Meulensteen. Hij keek die bal er al zo goed als zeker in. Maar hij zat er dus niet in. Van Gassel nog eventjes. En dat blijkt voldoende. Lang onderweg die bal. En dan heeft Van Gassel hem net op tijd. Tikt hij hem tegen de onderkant van de lat en gaat hij er niet in. Al lijkt dat voor een deel van het stadion in de rebound nog wel zo te zijn. Maar hier was hij het dichtst bij. Hij lijkt inderdaad niet in zijn geheel over de lijn te zijn geweest. Van Gassel redt Excelsior. Manhoef, mooie beweging. En het is nog functioneel ook. Sanko niet, maar Kozłowski dan wel voor de openingsgoal. Nee, weer Van Gassel. Kozłowski blijft geblesseerd buiten de lijnen liggen. Maar Vitesse speelt door met Arcus. Die bal wordt niet binnengehouden. Dan kan er ook gekeken worden hoe het gaat met Kozłowski. De man die de 1-0 had kunnen, misschien wel moeten maken. Het begint met die mooie actie van Manhoef en de dito voorzet. Hij speelt die bal net iets te ver voor zich uit vanuit de aanname. En dan kan Van Gassel het doel zo klein maken als hij wil. En klein genoeg om Kozłowski niet te laten scoren. En Lamproe nu dus vanaf links. Dit is wat meer zijn natuurlijke habitat. Naar binnen en schieten of de buitenkant zoeken en voorgeven. En nu wil hij graag een penalty, maar zoveel klaagt hij ook weer niet. Een gestrande actie. Maakt die bal zelf nog als laatste ook. Lamproe. Goudmijn. Een hoekschop voor Excelsior. Het meegereisde publiek uit Kralingen viert dit als een doelpunt. Want na al die hoekschoppen van Vitesse is dit de allereerste voor de Rotterdammers in deze wedstrijd. Koopmeiners. De bal zeilt over de goal van Scherpen, die eigenlijk nog niets te doen heeft gehad deze tweede helft. En dat blijft dus zo, want deze poging gaat direct over zijn goal. 0-0 is een resultaat, maar hij zou maar al te graag de drie punten hier stelen uit Gelredome, Dijkhuizen. Kozłowski. Krijgt hem terug van Biawek. Kozłowski, hoek is lastig, dus maar voorgeven is dit Hens. Nee, zegt Van der Eyck. En dan nog een voorzet. En dan weer een appel, maar ook weer geen fluitsignaal. Pieri die dan die sliding inzet. Ja, en dan waar moet je die armen anders laten? Meulensteen. Zagre. Van Ginkel.
Hard uithalen. Recht op van Gasselaf. Weer een redding voor hem. Kozłowski. Eventjes wat rust voor Excelsior. 3 minuten extra tijd. Dat is niet veel. Maar hij komt dan wel goed voor de voeten van Vidovic. Oh, oh, oh. En dan raakt hij hem zo verkeerd. Dan gaat hij slecht van slapen vanavond. Het 5e punt voor Excelsior in een uitwedstrijd in deze Eredivisie. En het punt wordt weer in Gelderland gepakt op natuurgras. Eerder bij NEC een 1-1, nu een 0-0 bij Vitesse. En dus komt er ook een einde aan een reeks van 9 uitduels op rij die zijn verloren. Scoren deed Excelsior weer niet in een uitwedstrijd, maar nu levert het tenminste wat op. Het is een puntje, ze blijven op plek 16 staan op doelsaldo, maar ze blijven dus in het spoor van Emmen. Dat belooft echt mega spannend te gaan worden. Die strijd om plek 16, waar Vitesse nu ook weer volop in zit. Want die voorsprong is na vanavond nog maar 3 punten voor de Arnhemmers. Het was niet goed, het was wel spannend. En als er iemand had kunnen en moeten winnen in deze wedstrijd, was het de ploeg van Cocu. Die terugkeert van zijn blinde darmontsteking en zijn operatie daaraan. En bij zijn terugkeer kan er geen 3 punten gevierd worden, zoals dat wel 2 keer het geval was onder Chris van der Weerden.